Hallo allemaal, voor deze opname wil ik een klein oefeningetje maken in LibreOffice. Ik wil namelijk een PDF creëren waarin ik een optie kan selecteren. Mijn initiële plan was een evaluatieformulier, maar voor deze oefening zal ik een klein documentje maken, een bestelbriefje, een bestelbon voor het aangeven van welk ijsje ik het liefst eet. Dus ik maak een klein formuliertje aan. Hiervoor ga ik dus eerst en vooral bij beeld, werkbalken, de werkbalk. Formulierbesturingselementen openen. En dit komt erbij. En dus ik ga eventjes kijken, wat is mijn naam? En hier voeg ik dus een tekstvak toe. Een tekst, ik teken er gewoon een rechthoekje. Poef. En er is een veld bijgekomen. En voor mijn lievelingseisje, mogelijk is dit vakje hier niet standaard aanwezig bij jou. Dat is dit optietje hier, meer besturingselementen. En hiermee kan ik dus een groepsvak aanmaken. Die vind ik heel gemakkelijk. Dus ik maak een groepsvakje aan. En hier zal ik zeggen welke ijsjes, welke smaken, wat is mijn lievelingssmaak? Dus ik kan kiezen tussen vanille, aardbei, banaan, chocolade. Je kunt blijven voortgaan, maar voor de oefening is het voldoende, denk ik. Is er een standaardwaarde? Nee, ik ga geen standaardwaarde selecteren, want ik wil niks opdringen. Ik kan eventueel een waarde toekennen. Dat ga je niet wijzigen, want dat is niet zo van belang. En ik ga zeggen: lievelingseis. Voltooien. En dan hebben we dit mooie vakje. Waarom heb ik dat gebruikt? Ik zal eventjes een kleine demonstratie geven. In het ijssalon hebben we ook een evaluatie van de kwaliteit. Dus we gaan een tabelletje invoegen met twee kolommen, nee, zes kolommen en vijf in twee rijen. Even dus gewoon bij wijze van demonstratie. Deze kolommetjes gelijk maken. Gelijkmatig verdelen. Wat vond u van de kwaliteit van het ijs? Wat vond u van de pudding? Even nog een rij boven invoegen. Rij invoegen. Voor. Oké. Plus, plus. Plus. Plus, min. Min. Min, min. Kunnen we. Zeer goed. Goed. En zo. Oké, niet oké, slecht. Oké, je kunt dat natuurlijk verder uitwerken, maar dat is buiten de scope van deze oefening. Dus hier kunnen we ook gewoon keuzerondjes in toevoegen. We gaan gewoon een keuzerondje tekenen hier, een keuzerondje tekenen hier. Gewoon rustig, onze tevreden. Tekenen onze keuzerondjes. En nu gaan we de eigenschappen van die keuzerondjes aanpassen. Dus we gaan de besturingselement, de eigenschappen weergeven. Wat is de tekst die hiernaast verschijnt? Ik dacht dat dit was. Nee. Dus keuzerondje 1. En nu is het leeg. Dus dit is ook keuzerondje 1 en lege tekst. Dit is ook keuzerondje 1, lege tekst. Keuzerondje 1, lege tekst. Keuzerondje 1, lege tekst. Oké. Dan hebben we dus hier 1, 2, 3, 4, 5 velden. Vijf velden die dezelfde naam hebben. Daarmee geef je aan dat ze samen horen. Dus ik doe hetzelfde hier. Keuze rondje 2. Maak het leeg.
2 jaar leeg. Dus ruimte 2, ik maak het leeg. Dus ruimte 2, ik maak het leeg. Dus ruimte 2, ik maak het leeg. Oké. En wat zie ik nu? Als ik nu dus nu uit die ontwerpmodus ga, ontwerpmodus, waar zit dat? Dus ik selecteer ontwerpmodus, klik aan, klik uit. Dus als je het uit doet, kun je hier al direct, dit werkt dus allemaal naar behoren. Ook even kijken, dus hier verspringen. En oei, hier zit toch iets niet helemaal juist blijkbaar. Ik kan hier meters proberen die samenhoren. Dus we gaan terug naar de ontwerpmodus en kijken wat er gebeurd is met die spelbesturingselement. Oké. Okay. Dus ruimte 1. En schrijf elkaar lettergevoelig. Oké. Okay. Uit de ontwerpmodus. Dus dit werkt. Dus nu kan ik dus kiezen voor verschillende velden hoe ik het wil invullen, hè? Oké. Dus dat so far so good. En nu willen we er een PDF van maken, want wij gebruiken LibreOffice, wij zijn verstandig, wij gebruiken vrije software, maar we kunnen dat niet verwachten van iedereen. Dus we gaan het toch eventjes exporteren als PDF, maar we willen er een formulier van maken. Dus zorg ervoor dat dit vinkje aangeklikt is, dat het in een FDF-formaat staat. Dat heeft niks te maken met de politieke partij, denk ik. Maar dat is een formulierinstelling. Oké, ik exporteer het. En ik ga het bewaren eventjes op mijn bureaublad test. En dit is nu iets heel spijtigs. En dat heb je zowel in LibreOffice als in OpenOffice. Als ik... PDF, waar blijf je? Daar is hij. Hier kan ik dus de velden invullen. Ik wil zeggen, Josephine. Ik eet graag aard, vanille. En nu is er iets heel vervelends, namelijk dat die knopjes allemaal één soep geworden zijn. Deze niet, die blijven gescheiden, die zijn een groepje. Hè? Maar je kunt dus niet meer zelf gaan je formulieren opmaken en daar ook een PDF formulier van maken op deze manier. Dit is iets wat ik heel spijtig vind. Dit is juist hetzelfde probleem in OpenOffice. Ik heb die ook geprobeerd. Maar het is nog steeds een pak beter dan wat mogelijk is in bijvoorbeeld MS Office. In MS Word kun je geen PDF-formulieren maken op die manier. Dit is echt wel een meerwaarde voor wie OpenOffice of LibreOffice gebruikt. Dank u wel voor uw aandacht en hebt u een oplossing voor mijn probleem met mijn keuzerondjes, dan zou ik het appreciëren mocht u die delen met mij. Dank u, dag!